Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de trendeditie van Essence So Mesmerizing uittesten. De collectie is online nog steeds te koop. In de winkel misschien ligt die al in de uitverkoopbakken. Dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen, want de ene keer gaat een collectie harder dan de andere keer. Maar ik heb de producten uit die collectie gekocht en ik wilde deze graag met jullie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn hoe deze producten bevallen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Essence zegt zelf over deze collectie dat schoonheidsschatten er in overvloed zijn. En deze collectie heeft meer minwaardige texturen, kleuren en ontwerpen. En je wordt dus meegenomen in een mythische en magische wondere wereld van de zee. Er zitten opvallende effecten in deze collectie. Denk aan holo, glitter en parelmoer finishes. Het is voor de ogen, de wangen, de lippen en de nagels. En je zou gewoon eigenlijk een hele leuke, hele leuke effecten kunnen creëren met deze producten. Ik zal de prijzen van de producten trouwens even in beeld neerzetten. En dan begin ik even met de Eye & Face Highlighter. Dat is deze. Deze kun je dus zowel voor de ogen als voor de wangen gebruiken. Ik ga hem alleen voor mijn wangen gebruiken, want ik heb mijn ooglook al klaar. Maar je kunt hem dus een beetje in de ooghoeken aanbrengen en op je wenkbrauwbol. Of misschien wel op je bewegende ooglid, net wat je zelf leuk vindt. Deze heeft een naam 01 Your Mesmerizing. En die ziet er dan zo uit. Dit zou een echte eyecatcher zijn volgens Essence. Hij heeft holografische poederparels en die zouden je een stralende glans geven. Waardoor je een transparant glanseffect op je ogen en je gezicht kunt creëren. Je kunt het makkelijk aanbrengen met je vingers en blenden met een sponsje of een kwast. Ik zal hem even openmaken zodat je hem ook eventjes kunt zien. Hij ziet er echt prachtig uit, inderdaad. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dan zal ik even wat opnemen. Maar ik moet zeggen, het is wel heel moeilijk. Hij zit dus hier op mijn hand. Maar ik denk bijna niet dat jullie hem zien. Dus ik vraag me heel erg af of je hem op het gezicht wel goed gaat zien. Maar dat gaan we eventjes uittesten zo. Dan hebben we een Color Changing Lipstick. En die is echt prachtig. Gewoon qua huls. Want hij heeft echt... hier zit zeg maar water in. En daar zitten dan weer van die glittertjes in. Of het heeft vast een andere naam. Maar het ziet er echt heel erg mooi uit. Hij heeft de naam 01 Darling You Are Magic gekregen. En deze lipstick die reageert dus op de pH-waarde van je huid. Je lippen zouden hierdoor een natuurlijke roze tint krijgen. Maar deze lipstick die reageert dus bij iedereen anders. Omdat niet iedereen een even hoge pH-waarde in de huid heeft. Hij ziet er ook echt prachtig uit. Kijk, hele mooie glittertjes. Echt heel erg mooi. Ik zal hem even swatchen, maar dat heeft nooit zo heel veel effect natuurlijk. Omdat je dat op je hand niet zo goed ziet. Hij zit hier, je ziet wel dat hij licht roze kleurt. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe hij op mijn lippen reageert. Omdat ik gewoon weet dat ik best wel een hoge pH-waarde heb. Dan hebben we een blush stick en die ziet er ook echt heel erg mooi uit. Dit is de verpakking. Deze heeft de naam 01 Let Miracles Happen. Het is een romige blush stick die zou zorgen voor roze stralende wangen. En hij zou ook nog een subtiele glans geven. En het is gewoon eigenlijk een stick applicator. Kijk, want zo ziet hij eruit. Ik zal hem even iets omhoog draaien. Maar niet te ver, want anders dan zou hij breken. En dat is natuurlijk jammer. Ik zal hem nog even zo laten zien. En dan is dit de pigmentatie. Die ziet er best wel goed uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er op mijn wang uit gaat zien. Want hij ziet er nu al best wel heftig uit. Dus ik denk dat ik niet te veel moet gaan gebruiken. Maar dat gaan we zo zien. Dan hebben we een liquid lip balm en die is ook echt prachtig. Deze komt in een doosje. Ik zal hem even dicht doen, want ik heb hem open gehad. Kijk, die ziet er zo uit. Hij heeft de naam 01 Mermaid at Heart gekregen. Het is een voedende, vloeibare lippenbalsem. En hij heeft een hele leuke verpakking. Die zal ik je zo laten zien, want het is dus een zeemeerminvorm. In deze lippenbalsem zit jojobaolie en vitamine E, of jojoba. Geen olie, jojoba. En je kunt hem dus, wat het leuke is hieraan, je kunt hem dus ook als sleutelhanger gebruiken. Kijk, zo ziet hij eruit. Dit is de verpakking, echt heel erg mooi. En hier aan de staart zit dus een open rondje en daar kun je dus een hangertje aan hangen. Waardoor je hem dus aan je sleutelbos kunt doen of eventueel aan je tas kunt hangen.
Oeh, hij ruikt heel lekker. Zo ziet hij er dan uit. Gewoon een heel fijn kwastje. Maar eigenlijk, ik heb hem geswatcht. Heeft niet heel veel meerwaarde. Want het is gewoon transparant. Kijk, hij zit hier. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hij op mijn lippen gaat doen natuurlijk. Dan hebben we een Shimer lipolie. Die ziet er ook echt heel erg mooi uit. Kijk, dit is de verpakking. Heeft de naam 01 Mermaid to Glow gekregen. En dit is gewoon een voelende lipolie. En die zou een 3D glinster effect hebben. En je zou hier super zachte en glanzende lippen van krijgen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Hij ruikt heerlijk. De applicator vind ik minder. Want het is een beetje een harde applicator. Ik had liever zo'n vlok applicator gehad. Maar hij ruikt wel echt super lekker. Dit is echt heel fijn. Zo ziet hij eruit. De swatch ook weer transparant. Waarschijnlijk niet heel goed te zien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zie wel zelf een heel klein glittertje erin zitten. Maar ik denk dat hij op de camera niet goed overkomt. Ze hadden ook nog Hydro Eye Patch. Die heb ik zelf niet gekocht. Maar ik heb wel de glitter nagellak, of de nagellak en topcoat. In het persbericht staat eigenlijk alleen de topcoat. Die ziet er zo uit. Dit is de topcoat. Je nagels zouden er feestelijk uitkomen te zien met de holografische glitter topcoat. En deze heeft gewoon een transparante finish. Hij heeft de naam 01 Believe in Mere Magic gekregen. Hij ziet er dan zo uit. Kijk, gewoon een basic kwastje met hele fijne glittertjes. Ik moet zeggen, ik heb hem nu op, maar je ziet hem bijna niet. Want over dat holografische nagellakje zie je hem niet. Maar over een ander kleurtje ga je hem wel heel leuk zien. Je moet heel goed kijken om het te kunnen zien. Ik moet wel zeggen dat de topcoat een soort van peel-off laagje lijkt te hebben, waardoor je hem heel makkelijk eraf trekt. Dat staat niet in het persbericht beschreven, maar dat is wel de ervaring die ik er tot nu toe mee heb. Want ik ben al een paar keer mijn nagellak erdoor verloren. De nagellak zelf die is holografisch, wat ook wel heel leuk is. Ik draag hem dus nu ook, maar het is niet de beste nagellak. Ik denk wel dat hij ook heel leuk is als je hem draagt over een ander kleurtje heen. Want gewoon op je nagels heeft, je ziet hem wel, maar het is niet het hele holografische effect misschien wat ermee bedoeld wordt. Deze heeft de naam 01 Diving into Miracles. Heeft een heel basic kwastje, maar ik heb hem al een paar keer bij moeten werken, moet ik zeggen. Ik was hem vrij snel kwijt, maar misschien ook in combinatie met die topcoat. Maar ik denk inderdaad over een kleurtje dat dit leuker is. Dit waren de producten. Ik ga even een spiegeltje pakken en dan gaan we het eventjes samen uitproberen. Er zijn best wel veel producten voor de lippen, dus ik ga maar even beginnen met de lipolie om die aan te brengen. Dan kan ik het alleen niet heel lang testen, maar ik ga er ook nog wel een blogpost over schrijven. En dan ga ik het ook nog wel een keer in de nacht testen bijvoorbeeld. Maar ik ben wel heel benieuwd wat die doet voor mijn lippen. Dus ik breng gewoon een laagje aan. Hij is echt heel leuk. Je ziet echt heel fijn die glittertjes. Hij voelt ook heel erg lekker aan op mijn lippen. Ja, het heeft wel echt een heel erg leuk effect, moet ik zeggen. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Ik vind de applicator alleen niet zo fijn. Ik had dus echt liever een vlok applicator gehad. Want ik hou niet zo van die hardere applicatoren. Of applicators. Maar ik vind hem er wel heel erg leuk uitzien. En hij voelt ook heel lekker aan. Heeft een hele lekkere geur. Ja, ik denk wel echt dat hij mijn lippen goed gaat verzorgen. Dus dat vind ik wel heel fijn aanvoelen. Oké, ik heb jullie even ingezoomd en dan gaan we nu de lipstick proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb eventjes kwastjes erbij gepakt zodat ik hem goed kan blenden. Want ik ben wel heel erg benieuwd wat dit natuurlijk gaat doen. Ik ga maar een heel klein beetje aanbrengen hoor. Want ik ben bang dat hij anders heel erg overheersend wordt. Kijk, je ziet hem al meteen. Kan hem beter iets opstippelen. Doe ik natuurlijk ook even aan de andere kant. Hadden jullie deze collectie trouwens ook gekocht of gespot? Of vind je hem ook te mooi uitzien? Of had je zoiets, ik laat hem lekker liggen. Dat kan natuurlijk ook. Dan gaan we dit trouwens eventjes proberen in te blenden. Ik hoop dat dat een beetje makkelijk gaat. Maar ik ga er op zich vrij makkelijk overheen met mijn kwast. En ik vind hem niet heel erg overheersend wat ik had verwacht. Dus het ziet er op zich nog best wel natuurlijk uit.
Maar ik weet nooit helemaal hoe de camera dat oppakt. Want ik kan het er heel natuurlijk uit vinden zien. En soms denkt de camera, ik vind het nog heel heftig. Maar ik vind hem er zo wel heel erg mooi uitzien, moet ik zeggen. Andere kant ook natuurlijk. Ik heb nog geen haarbandje in gedaan. Maar normaal gesproken doe ik mijn haar altijd eventjes aan de kant hiervoor. Deze vind ik wat, deze kant blendt wat moeilijker dan de andere kant. Ik vind deze kant heel heftig en deze kant heel natuurlijk. Ja, dat zal wel weer aan mij liggen dat ik net weer een kant heb die niet helemaal lekker wil werken. Maar ik vind deze kant wel heel natuurlijk. Maar ja, die vind ik er heel mooi uitzien. Misschien heb ik hier toch iets te veel aangebracht. Maar als ik er zo naar kijk, denk ik, ja, het kan ook wel. Maar het blendt wel heel makkelijk uit. Dat is wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Omdat ik ook even de lippenbalsem wil uittesten, ga ik wel heel eventjes nu die lipolie eraf halen. Hoe fijn je ook op mijn lippen aanvoelt. Maar wat ik zeg, ik ga hem echt nog wel zelf even wat langer proberen. Maar ik wil ook even die lippenbalsem uittesten, zodat we alle lipproducten hebben geprobeerd. Alleen, er zit nu niet heel veel tijd tussen. Maar dat komt echt gewoon puur omdat je ja, best wel veel producten hebt. En ik het dan toch leuk vind om alles te proberen. Zo, ik heb eigenlijk nog nooit een liquid lippenbalsem gehad. Hij ruikt op zich lekker. Ja, hij voelt wel fijn aan. We gaan hem gewoon eventjes laten intrekken. Ik heb sowieso best wel last van droge lippen, dus op zich ja, is het wel prima. Hij zit er wel mooi op. Oké, dan gaan we nu de highlighter uittesten. Ik vind het toch wel een beetje spannend, maar we gaan het gewoon proberen. Dus ik ga gewoon een beetje met mijn vinger aanbrengen. Ik hoop dat je hem gaat zien, want ik ben er een beetje bang voor. Oh, echt totaal ook niet. Je ziet er echt helemaal niks van. Wat erg. Ik probeer echt wat op te nemen en op mijn vinger pakt hij het ook echt wel op, maar... Op mijn gezicht zie je het gewoon niet. Oh ja, daar komt hij. Ja, het is heel subtiel, jongens. Nou, deze heeft echt geen blending meer nodig. Ja, het is echt heel subtiel. Ik zal hem afmaken, maar het is niet zo heel fantastisch als ik had gehoopt, eerlijk gezegd. Ja, je ziet hem uiteindelijk wel, maar ik hou normaal toch wel van dat het echt een beetje lekker, ja, intens is. Ik ga een beetje op mijn neus doen ook. Nee. Je staat dan ook blij bij blend het uit met een kwastje, maar die blend heb je al niet eens nodig. Ja, je ziet hem wel, maar ik vind het vrij neutraal. Hij had wat heftiger mogen zijn. Ik vind het niet alles. Als ik er zo naar kijk. Ik denk ook dat ik hem snel kwijt ben. Je ziet hem echt bijna niet gewoon. Nou, ik heb de lippenbalsem er inmiddels ook weer even afgehaald. Helaas dat ik het heel kort kan testen. Maar voordat het op mijn lippen heeft gezeten, voelt het wel heel fijn aan. Dus ik ga nu de lipstick aanbrengen. En daar ben ik echt wel heel erg benieuwd naar. Van hoe gaat dat uiteindelijk op mijn lippen eruit zien. Ik ga hem aanbrengen. Hij heeft een apart geurtje. Ja, hij zit erop. Je ziet wel dat het roze wordt, maar het is niet super intens. Maar het heeft even tijd nodig natuurlijk. Je ziet van die glitter verder niks. Het ziet er wel heel leuk uit, die glittertjes in de lipstick. Maar je ziet hem niet heel erg terug. Maar ik moet gewoon heel even wachten tot hij... Ja, ik heb wel het idee dat hij steeds roze wordt. Ja, ik vind hem uiteindelijk toch wel leuk. Ja, ik ben er toch wel blij mee. Nou, alle producten zijn uitgetest. Ik zal ze nog even kort nabespreken. Ik was trouwens bij deze topcoat vergeten te vertellen dat hij een heerlijke vanille geur heeft. Dus hij ruikt heel erg lekker naar vanille. Dat wilde ik nog even meegeven. De lipolie.
Heerlijke geur. Voelt fijn aan op mijn lippen. Ik vind het effect ook leuk van het glitter. Al is het heel minimaal. Dus je zult het zelf heel goed kunnen zien in de spiegel. En voor een ander zal het niet zo goed zichtbaar zijn. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. Dus ik ga hem zeker nog langer testen. Maar voor nu vind ik hem heel erg fijn. De blush stick vind ik ook echt heel erg mooi. Uiteindelijk vind ik het resultaat toch er best wel natuurlijk uitzien. En blend het heel erg makkelijk in. En daar hou ik zelf wel van. Ik vind het altijd vervelend als het heel erg overheerst. Maar toch als je het voldoende doseert met aanbrengen. Is het eigenlijk een prima blush stick die er heel mooi uitziet. De lippenbalsem heb ik helaas heel kort getest. Maar voordat hij er even op heb gezeten, voelt hij wel fijn aan. Ik ga hem echt nog langer testen. Want dit was natuurlijk veel te kort. Maar ik wilde gewoon even laten zien hoe het eruit zag. Ik vind hem wel fijn aanvoelen. Dus dat is wel heel prettig. Ja, die highlighter. Ik voel hem niet. Het resultaat ziet er op zich wel leuk uit. Maar het is veel te minimaal. Als ik nu in mijn spiegel kijk, denk ik... Ja, ik zie wat, maar het is niet heftig genoeg. Ik vind het een beetje lastig aanbrengen, omdat hij natuurlijk super schattig uitziet. Die balletjes, er komt gewoon niet genoeg voldoende highlighter vanaf om hem mooi aan te brengen. Dus nee, hij valt me toch een klein beetje tegen. Vind ik heel erg jammer, maar het is niet helemaal wat ik ervan had gehoopt. De lipstick, ja, die vind ik uiteindelijk toch wel mooi. Het is inderdaad gewoon een beetje subtiel roze, maar het ziet er wel mooi uit. Hij voelt ook fijn aan op mijn lippen. En ja, ik denk dat dit het maximale is wat mijn lippen eruit gaan halen. En misschien als jij nog een hogere pH-waarde hebt in je lippen, dat die misschien nog meer roze wordt. Misschien ook minder roze. Het ligt echt aan die pH-waarde. Maar voor nu denk ik, ja, ik vind het er op zich wel heel leuk uitzien. Dus ik word er wel blij van. Nou, dan waren dit de producten in ieder geval uit deze collectie. Het grootste gedeelte vond ik dan toch wel weer fijn. Ja, soms heb je ook wel dat ik dan denk, misschien heb ik te hoge verwachtingen gehad van zo'n highlighter. Maar ja, goed. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om deze collectie te testen. Ik ben benieuwd wat jullie van de producten vinden. En of dat jij misschien ook al wat uit deze collectie had aangeschaft. Of dat je misschien naar aanleiding denkt, goh, ik wil toch nog wat hiervan uitbestellen. Of misschien dat je in de winkel nog wat vindt in de uitverkoopbakken. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dus nogmaals dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!